De koninklijke familie was vandaag een keer niet te zien in deftige kleding met mooie hoedjes. Nee, ze hadden gewoon spijkerbroeken en bodywarmers aan. Ze deden namelijk mee aan de actie Nederland Doet. Een actie waarbij zoveel mogelijk Nederlanders vrijwilligerswerk doen. Lekker klussen in je gewone kloffie. De koninklijke familie ging vandaag aan het werk in een speeltuin in Nieuwegein. We zijn vandaag een afzetting aan het maken. Er is wat palen in de grond geslagen hier. En hekjes, wat teugels aangezet. En daar zitten de palen vast. En dan is het wat veiliger om met deze kabelbaan te spelen op de speelplaats hier. De 13-jarige Emmanuel mocht vandaag met de Oranjes mee klussen. Maar vanmorgen wist hij daar nog niets van af. In één keer stonden we daar en het werd ons gezegd. En ik keek mijn moeder aan. Mijn moeder zat te lachen. En ik dacht van, hè? Ik wist hier helemaal niks van. Dus ik vond het echt super en perfect, vond ik het gewoon. De actie Nederland Doet wordt elk jaar gehouden om meer aandacht te vragen voor vrijwilligerswerk. Ik kan me wel voorstellen voor de kinderen, als ze straks komen, alles ziet sprankelend uit, wat dat betekent. Wat zouden we doen zonder vrijwilligers? Dus die zijn ontzettend belangrijk. Maar ja, kan een prins eigenlijk wel klussen? Ja, zeker wel. Dat doet hij perfect. Alles, kinderen kunnen hier later wel veilig spelen, dat weet ik zeker. Oh ja, en nog een tip voor Maxima, pas wel op met de verf.